Sorry, mijn mond is vol. We zijn aan het ontbijten. En we zijn Young Sheldon aan het kijken. En straks gaan we vertrekken. Gaan we Delphine ophalen. En dan gaan we naar Meeuwen. Hè? Weet jij het adres eigenlijk? Nee. Oei, ik ook niet. Ik zal het sturen naar mama en papa. Dat is best belangrijk. Best, ja. Samen zijn we morgen al broodjes gaan halen. Mm-hmm. We hebben wel lang geslapen, tot 9:30 of zo, 10:00. Ik weet niet meer. 9:30. Ja, maar dat was wel nodig. Zalig was dat. Ah, I loved it. Kijk, ik ga het adres vragen. We gaan eten. En dan zien we jullie zelfs. Kijk wie we bij hebben. Oh my god. Lang geleden. She's back. Mag ik hier staan? Ja. Hé hey Anaïs. En? Is het leuk op kamp? Ja. Niet te enthousiast. Niet te enthousiast, ja. Hier zitten we in space. In space. Ja, daar is space. Daar is papa en Lucas. En de rest zit daar allemaal in de schaduw eigenlijk. Wij zitten hier alleen. Céline zit daarachter ergens. Maar die was net heel tijd hier. Dat is wel een groot kampterrein. Oh, wacht, je ziet niet goed met het leven. Vertel eens, Talisa. Wat? Hoe was de dag? Goed, hè? Ik heb mijn kleine zus weer gezien. Ah, die zit daar met Lucas. Ja, te missen. En heb je Bas daar ook gemist? Ja. Oké, hoor ik. Ik heb al 3 weken gemist. Ja, maar mij komen ze niet bezoeken op bezoekdag, hè? Had je bezoekdag? En dit is Sam. Je moet dat in lasten bezoeken. Ja, bezoekdag bij mijn thuis zullen we vanaf nu doen. Sam, vertel me alles over vandaag. Lekker barbecue. Warm, droog barbecue. Oké. Okay. En Lucas, groepsleider. Yes. Yes. Anaïs, jij ook nog? Heb je iets te vertellen tegen de fans? Nee, oké. Okay. En Delphine ook. Woe, Lucas! Woe! En Tamino! Ook, ken ik niet, man. Kijk, de Anaïs al onze moeder. Die zit hier echt zo midden. Lucas, wij zijn terug thuis. As you can see, ik heb een gezichtsmasker op. Een paars. Ah, dat is een masker. Het is kei strak. Dat is een peel-off mask. Ik denk dat ik het eraf mag doen. Oh ja. Oh, dat is altijd zo fijn. Oh. Het is altijd zo'n tof gevoel. Oh, deze zitten mijn haartjes. Ik weet wel niet van welk merk dit is. Dat heb ik in Amerika gewoon gekocht. Dat was zo'n zakje met alleen dit erin. Ah, mijn het goed. Oh. Deze nog. Ah ja. En hier zit nog. Oh, maar dat zit in mijn haartjes. Oh ja, oké. Okay. Hier zit ook nog. Lappen. Oké, got it, denk ik. Ik hoop dat ik alles heb. Ja, het was heel gezellig op de bezoekdag. Het is echt fijn. Maar mijn zus is donderdag alweer terug. Dus dat is niet meer zo lang. Ik heb ook trouwens macaroni gemaakt. Ja, dat hebben we al gegeten een uurtje geleden. Ziet er zo uit. Yummy! Dat was echt lekker. Maar ik heb er nog. En dan hebben we het huis gekuist, de kattenbak zuiver gemaakt. Allee, dat doen we elke dag, maar. En het huis gestofzuigd, heeft Sam gedaan. En ik heb mij ook al gedoucht. Nu ga ik monteren, want ik moet nog voor heel de week alle vlogs monteren.
En ik denk ook de kaders van Decennio ophangen. Ja. Want ik moet daar een foto mee maken voor dinsdag, denk ik. Dat is nog wel wat werk. Oké, we gaan onze foto's ophangen. Nog? Nog? Het midden van de muur, ja. Garm. Ja, ik denk wel dat dat het mooiste zou zijn, maar dan moet het die weg. Die weg. Ja. Okay. Dus. Dus, dan doen we. Maar wilt je die weg? Hou die twee eens hier. Zo gaat het ook voor mij, maar ik weet niet als dat te druk is. Ik zal het eens vasthouden. Het is kwart na... Oh, kwart voor elf. Oké. Okay. Kwart voor elf? Ik dacht kwart na elf. Kwart voor na tien. Ah. En wij gaan slapen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Soms mag de resterende masker van mijn gezicht aan het pulken, precies. Yes. Dus zeker thumbs up. Vergeet ook niet te abonneren. En wij zien jullie morgen. Bye.